All right, 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 all right, all right, all right. All right, all right. Morg, kap jij ermee? Uh, doe jij nog mee of niet? Ik doe nog mee. Oké, okay, jij doet nog mee. Ja, je hebt het over kapselenheid, uh, toch of nu? Het uiteraard. Of heb je het over dat ene wat zoveel in het nieuws is geweest? Ja, van uh, zeg maar... Uh, ABC je... kapper mee. Ja, ABC kapper mee, inderdaad. Dat als je in een schoolsituatie zit en uh, iedereen wil een geintje uithalen met de leraar, maar uiteindelijk wil je niet meedoen, dus moet je zeggen ABC, ik kap er mee. Ja, ik was wel altijd uh, een volhouder, dus ik, ik kapte er niet zo snel mee. Nee, oké. Okay. Ik weet niet hoe je... Hoe het bij... Volgens mij ben je ook... Ja, ik weet niet, misschien was jij in je jonge jaren wel zo'n ABC kapper mee. Zo so, van, I don't want any trouble. I don't want any trouble. Of valt het Nee, nee. Mee? Ik, ik, ik wilde werken aan mijn, uh, aan mijn street credit. Ja, dat zou ik ook <laughs> nog wel kunnen geloven, ja. En uh, Dat werkt er nooit. Van die zoetjes <laughs> stelen van je leraar die suikerziekte heeft. Dat soort shit. Oh, nee. Nee, nee, nee. <laughs> Zo ver ook weer niet. Ja, gewoon levensbedreigende dingen. Hé, hey, wat heb je gedaan, man? Ja, ik heb wat uh, ratten in zijn koffie. What the fuck? What? Ja, streetcred, man. Je weet hoe het gaat. Ja, echt. Dat hè? blijkt toch bij die universiteit in um, Amerika toch zo te zijn. Van die fraternity houses. Van die uh, Alfa-Kappa-Kappa, Alfa-Beta-termen, ja. zeg maar. En dat ze dan altijd van die gekke inwijding uh, shit hebben. Ja, die shit. Het slaat toch eigenlijk ook nergens op, bro. Het is zo. <laughs> Ei, drinken, overleven in de. Weet ik veel wat ze allemaal doen. Het is gewoon allemaal gestoorde shit, joh. Ik snap ik niet helemaal, zeg maar, het voordeel van zo'n fraternity-huis. Ja, nou, ja. inwijding, oké, okay, sure, leuk, traditie, weet je. Maar wat, wat voor voordeel haal je eruit om in zo'n huis te zitten? Ik denk de status of zo, denk ik. Ik denk juist, dat net, is, in -dingetje? Een, net als in, het, in een gevangenis, dat je zo eigenlijk op de eerste dag als je levenslang zit, moet je iemand omleggen. Want anders dan ben je gewoon, oh, gewoon juist. een jailbait. Dat anders iedereen ben je, jij een target. Ja, iedereen juist, die, ja. die, die smekt jou heen en weer in de gevangenis. Ja, 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 dat jij degene bent waar het zeepje in gaat. Juist. Juist, juist oké. Okay, ja, ja. Gekheid. Hey dames en heren, uh, leuk dat je weer kijkt naar uh, en luistert naar Recht voor je Raad. Mijn naam is Don. Dit is Emre. Welkom terug. Jij was er ook even tussenuit geweest. Ja man. Hoe was dat? Dat was echt heerlijk bro. Holy shit. Aan, uh, aan, je, aan, je, aan je Instagrammetjes en aan je tweetjes te zien, uh, was je er wel aan toe? Ik was er zeker aan toe. Um, ik dacht dat het niet zo was. Mm -hmm. Ik dacht van, ah joh, vakantie uh, van je eigen baas man, ik heb het niet meer nodig man en zo, dat soort shit. Klopt. Maar bepaal mijn eigen tijden. Ja. Maar als je eenmaal weg bent, ik, ik moet zeggen dat het me wel moeite kostte om even om te schakelen van niet zoveel mailtjes lezen, WhatsAppjes, dat soort shit en zo. Want het bleef ja. maar gaan. Dat ik op een gegeven moment uh, heb, ik gewoon de knop voor mezelf omgezet. Ik heb gewoon mijn WhatsApp gewoon uitgezet met de notificaties. Dat ik het niet gewoon in mijn scherm zag komen. Mijn mails heb ik uitgezet. Alles heb ik in principe gewoon uitgezet. En toen uh, ging het eigenlijk, toen kwam ik eigenlijk in de avond voor, vooral en eventjes misschien tussendoor checkte ik het even. Maar dan meer kijken en niet echt erop reageren of zo. En toen ging het wel lekker, man. Toen kon ik het wel echt loslaten. Dus dat was wel echt, uh, echt heel relaxed. In Nederland gewoon een soort roadtripje gedaan met Isabel natuurlijk. Ja. Zoals ik ook al op Insta zei. Ik dacht eerst altijd. Bro, in Nederland op vakantie. Dat is toch de sufste shit ooit. Mm -hmm. Maar ik zei tegen Isabel. Ik ga gewoon zo'n guy worden. die straks drie weken lang naar Den Bos rijdt. met een camper. en daar gewoon aan zo'n fucking muf meertje gaat zitten. Ja, ja, ja. me uit, staren en dan weer terug naar huis rijden of zo. Zo'n zo guy ga ik gewoon worden, misschien. Nee, het is echt mooi, man, in Nederland. Naar de vlaktes van Brabant kijken. Ja, ja het, is echt, het is echt serieus, man. Ik dacht echt altijd van ja, wat moet je nou in Nederland op vakantie? Maar een beetje een roadtripje doen, gewoon met de auto, mm. gewoon gaan. En je hebt echt heel veel toffe plekjes, man. Want uh, hoe ben je een beetje gegaan? Ging je zeg maar eerst naar het zuiden toe of ging je eerst naar het noorden toe? Ja, eerst naar het noorden en toen dus in Friesland begonnen en toen een beetje met de klok meegegaan. Dus Groningen Juist, ja. en toen een beetje naar beneden toe en dan nog even wat meer naar het midden toe. We zijn ook naar de, 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 de Veluwe geweest. Fucking mooi uh, gebied is dat. Echt super nice. Toen nog heel even naar Düsseldorf. Eén uh, dagje zijn we naar Duitsland geweest. Uh, oh ja. Uh, ook omdat uh, er is daar zo'n drooggisterij waar Isabel heel graag wat spulletjes wilde kopen. En toen dacht we, ja, fuck in Duitsland... Ook gewoon ook maar... specifiek in Düsseldorf. Nou, nee, niet in Düsseldorf, maar gewoon in <laughs> Duitsland. Ja, gewoon... Oké, oh, oké. Okay, okay. We moeten naar Düsseldorf. Daar. Yeah. <laughs> Hij zit daar. Ja. Yeah. Maar uh, en toen terug en toen kwamen we eigenlijk een beetje vanaf het zuiden, Tilburg, uh, een beetje zo, en dan weer richting Zeeland, en toen naar Rotterdam, en zo weer uh, richting. Oh ja, 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 ja. Ja, echt, Lekker, uh, echt chill bro, uh, bro, echt heel nice. Ja, ja. nice. Ja, man. Want uh, bijvoorbeeld ook die notificaties op je telefoon. Dat, tenminste, ik herken zelf daarin dat als ik een notificatie op mijn telefoon, dan krijg ik daar stress van. Ja. van, oh fuck, ik moet er nu op reageren. Of, oh wat is dit, weet je. Ik moet, het, ik moet het nu behandelen zodat de notificatie weg is. Ik kan de notificatie niet in de wacht zetten. Ja. Want dan heb ik hem constant in mijn hoofd zitten. Van, oh oké, okay, oké, okay, ik weet dat je er bent. Ja. Heb jij dat ook of niet? Nee, ik heb. Uh, um, ik heb niet zozeer. Misschien lees ik hem gelijk. Maar ik vind het super fijn aan WhatsApp dat ik gewoon een berichtje kan lezen en hem dan als ongelezen kan markeren. En dat doe ik eigenlijk heel vaak als ik gewoon op dat moment niet het gevoel heb van ik moet er nu op reageren en het is, is het urgent ja of nee. Um, en op die manier probeer ik dat wel een beetje af te halen, man. Maar ja, ja. kijk, krijg je opeens op vakantie vier uh, mailtjes van uh, bedrijven en drie van andere mensen van hé, hey, waar blijft die video? Of hé, hey, wat is dit? Of hé, hey, ja, dan, dan komt er in één keer heel veel op je ja, en denk je van. Fucking hell, ja, weet je, ik moet hier iets mee. Ik kan niet nog een week dit laten liggen. Ja, ja, ja. Dus ik deed dat wel in de avond. Vooral ging ik wel even dingen reageren en zo, als we even aan het chillen waren. Zo'n tijdelijk antwoord geven van ik, ik ben even niet thuis, maar weet je, dan en dan ben ik er weer en dan ga ik het regelen. Ja, precies. Ja. ja. Maar het is moeilijk. En dan, is, dan kom je het is thuis moeie, en heb je gewoon zo'n vloedgolf ineens van <laughs> ja, alle shit die je moet doen. Ja, echt zo. Dat, is, ja, dat, dat hou je bro. Maar ja, weet je, ja, daarvoor dat ga je is ook op vakantie. Uh, je ja. probeert dat zo goed mogelijk uh, tegen te gaan. Dus ja, ja het is uh, echt wel nice hoor bro. Het is ook heel laagdrempelig. Dus weet je je zou zelfs natuurlijk ook met uh, Lotte gewoon uh, met met autootje een beetje rond kunnen rijden. Het is echt, ja, het is echt ja. heel chill man. Klopt. Ja, het is heel laagdrempelig. Cool. Echt, je, je pakt je auto en je gaat rijden. En uh, onderweg kan je wat dingen boeken. Als je dat chill vindt. En ja. Het is echt heel chill. Klopt. Ja, man. Klopt. Dus we zijn nu weer uitgerust. En wel. En nu. Uh, back to business, motherfucker. Back to business. Maar nou, ik wil het toch nog even hebben over dat. Uh, ABC, ik doe niet mee. niet mee. Ja, ik wil het er toch nog even over hebben. Ja, man. zeker. Het kwam zo. Onverwacht. Het was gewoon... Ze hadden die shit wel gepland van tevoren. Ja. En ik, ik weet niet exact wie de leider van de groep is, maar de meeste mensen die wijzen die Busy aan. Als ja. zeg maar de, 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 de oorspronkelijke aan, aanzetter daarvan. Ja. Nou heb ik Busy ook heel kort even bij Lange Frans zijn podcast gezien. En uh, daar is hij wat opener erover. Als in, of dat was voordat het überhaupt die actie was. En Dan yeah. was hij heel open over het feit dat hij eigenlijk ja, eh, niet helemaal eens is met de coronamaatregelen. En hoe de overheid het aan het doen is. En yeah. was eigenlijk te merken dat zijn woord. of uh, zijn woorden in andermans mond nu zat. Yeah. En iedereen zei: van ja, fuck it, ik doe niet meer mee. Yeah. En dat bleek dus uiteindelijk het. het het achterliggende punt bleek dus heel anders te zijn dan eigenlijk wat er in die hele korte video werd verteld. Ze hebben heel veel oproer uh, veroorzaakt. Yeah. Alleen, ja, er bleek natuurlijk veel meer achter te zitten. En dat is allemaal wel heel leuk en aardig. Maar als je zoiets groots zit van, nou, we gaan tegen de overheid in, dan is het wel handig als je een video maakt die langer is dan 10 seconden, die misschien wat meer uitleg geeft. In plaats van zo'n... Ja, ik doe niet meer mee. Ja. Ja, ik eens. Je hebt helemaal gelijk. Ik denk... Uh, uh, Want waar was jij? Wat, is, was, wat, wat was zeg maar jouw eerste interactie met... Uh, ik doe met niet meer de... mee. Met de ABC-kappen mee. Ik zag iets op uh, Twitter volgens mij. En toen ging ik even naar de, Insta, de Instagram-account van uh, Femke Louise. En toen ging ik dat even checken. Wat, van wat ze nou eigenlijk allemaal zei. En... Uh, toen zag ik het. En met een stukje tekst eronder. En uh, ik dacht ook van... Oké, okay, wat is dit nou precies? Kijk, laat ik even voorop stellen dat... Um, ik wel vind dat we altijd vragen mogen stellen. Tuurlijk, mag. Je mag altijd vragen stellen, de manier hoe het gaat. Dat mag. Dat is gewoon. Dat is, mm. Ik bedoel, daarom wonen we in Nederland. Daarom hebben we een vrijheid van je mening Je mag dingen vragen. Um, maar zoals jij ook zegt, denk gewoon even goed na van wat je nou eigenlijk over wilt brengen met je video. Want als jij als eerst zegt, uh, ik kap ermee. En daarna pas komt omdat. Mensen gaan dat zelf invullen voor je. Mensen gaan zelf uh, voor jou denken en zeggen... ja, deze, deze mensen willen eigenlijk gewoon zeggen... ja, fuck iedereen en dan laten we met z'n allen op straat gaan... en het boeit allemaal niet meer. Nee, dat is dan waarschijnlijk niet eens hun bericht dan geweest... maar gewoon meer van... hé, hey, we hebben wat vragen en die willen we graag uh, uh, onder de mensen brengen... en met wie kunnen wij praten? En misschien dat ze dan... stel nou inderdaad dat ze... Op die manier, uh, want het kwam dan bij, bij Jinek uh, aan tafel en toen explodeerde het volgens mij helemaal uh, natuurlijk. Dat iedereen oh ja, ze was werd. niet goed voorbereid. Nee, maar stel nou dat je daar inderdaad een aantal mensen zou hebben die zegt uh, de hashtag ik doe niet meer mee kant. En je hebt een aantal mensen die dus echt vanuit de wetenschap en vanuit die kant uh, daar zitten. En dat je daar gewoon een goed gesprek zou kunnen hebben. Nou, dat bedoel, was ook het geval. Ja, weet ik, maar niet okay. met Femke en met die guy. Want van wat ik heb gehoord is inderdaad, zij was totaal niet voorbereid. Want ja, ze kwam daar gewoon zitten als enige van al die mensen. En, nou, die, juist. Ja, en die guy weet natuurlijk alles van een pandemie. Dus ja, die man die zit daar dan en die probeert haar dingen uit te leggen. Maar zij was niet op dat moment in de macht om dingen goed te verwoorden, denk ik dan. Ja, ik heb het niet gezien hoor, dus dat denk ik nu. Ja, maar daarom denk ik juist ook, zij mag dan misschien een van de bekendste in dat hele lijstje zijn, ja. maar dit was niet haar plan. Nee. Dat was te merken zeg maar, aan de uitvoering dat dit niet haar plan was. Ja. En uh, ja, sowieso uh, heb ik Famke niet heel hoog zitten persoonlijk. Ik schat er niet heel hoog in. Nee. Um, en zij heeft, of zij zit nog steeds bij het management van Busy, of zij, dat was in het verleden zo. Maar die hebben sowieso wel een connectie uh, op een of andere manier. Ze zat bij um, Busy en toen bij Alibay. En nu volgens mij zit. Oh ja, zo. dat was het, ja. En, ja, ja maar ja. nu zit ze daar ook niet meer. Dat is het enige wat ik heb gezien in die berichten van laatst. Ja, maar ja, het is al te merken, zeg maar, dat al heb je een, een speakbriefje. En uh, tijdens dat g interview. En uh, nou, oké, okay, daar stond haar punt op. Maar zodra er een tegenargument kwam, liep alles eigenlijk al in de soep. Of al ja. was er een vraag over de uitvoering, dan ging het al niet meer. Ja. Um, dus zij kan de aanstichter niet zijn geweest hiervan. Want zij heeft nou, naar bewijs geen idee waar ze het over heeft. Ja. Ja. Want ik, ik ben bang dat dat heel veel is. Want er, er werden dan bijvoorbeeld uh, ja, op haar speakbriefje echt vragen gesteld. Van ja, hoe zit het met dit en hoe zit het met dat? Ik, ja. Misschien als je gewoon eh, elke dinsdag even intunt bij een persconferentie. dan heb je daar eigenlijk wel antwoord op. Ik heb het gevoel dat er heel weinig. of mm. te weinig onderzoek in is gegaan. Ja. Zo leek het. En inderdaad, vragen stellen mag, natuurlijk. Eh, van wat gebeurt er met dit? Wat gebeurt er met dit? Kloppen. Ja, want dat doen, ze... überhaupt, uh, wel. dat doen ze ook bij de persconferenties. Ik bedoel, daar zitten guys, daar zitten hele uh, strakke mensen vanuit de media die gewoon vragen stellen waarvan ik denk van, oh shit, oké, okay, dit is wel een, uh, dit is wel een zeker vraag. Ik ben benieuwd wat ze hierop gaan zeggen. Ik ben benieuwd wat ze hierop gaan zeggen. En ja, dat zijn niet gelijk mensen die je uh, aanstippelt als ABC-kappen, mee, weet je? Dat is gewoon niet uh, hoe het is. Ja, als ik een vraag zou hebben en ik zie uh, Rutte of een van die uh, guys... die in dat team zitten, hè, ik, ik kan hem stellen. Ja, dan zou ik hem zeker weten stellen. Waarom niet? Maar Doe, ja. daarmee leg je niet gelijk een, een, een bericht neer van... nou ah, jongens, wat er nu allemaal gebeurt, fuck dat. Laten we met z'n allen schijten aan de regels. Maar goed, dat kwam dus uiteindelijk ook naar voren dat dat... tenminste, dat is wat ze nu zeggen. En ja, God knows uh, of dat echt zo is of niet. Maar mm. dat zeggen ze nu met dat was niet de intentie. Ja, dat is dan een ding. Maar wat, wat denk jij er dan van, bro? Want als jij gewoon even, niet aan hashtag, ik doe het doet niet meer mee, maar gewoon even de, het feit dat er nu wat meer en meer mensen zijn die zich wat meer, ja, laat ik zeggen tegen uh, de regels willen keren of vragen erbij willen zetten. Sure. Ja, kijk, oké. Tot dusver, dat de pandemie is uitgebroken heb ik in levende lijven nog geen corona-patiënt gezien. Het is allemaal via media invoer dat ik uh, uh, corona heb gezien, zeg maar. Dus in dat opzicht ben ik zit ik van oké, okay, dat beschouw ik als de waarheid en dat neem ik uh, in mij uh, op. Maar er is niet in mijn directe omgeving iemand die er last van heeft gehad. En dat zeg ik nu even. Ik moet er heel even over nadenken of dat echt zo is. Ja, alleen Volgens ik heb een is keer een test zo. gedaan, maar ook ik had het niet. Dus, uh... Nee, daarom. Dus ja, we, ik, weet nog steeds, ik heb nog geen uh, uh, zelfbevestiging dat het er is, zeg maar. Ja. Um, maar ja, uh, testcapaciteit is uh, opgeschroefd. Uh, mensen worden positief getest, et cetera. En dan ga je toch wel een beetje zorgen maken... dat je zit van... oké, okay, is het dan wel? Maar als mensen zoveel positief zijn getest... en de ziekenhuisopnames um, stijgen niet zozeer... what's the deal? Waarom was het in het begin dan wel zo? En nu yeah. blijft het ongeveer op hetzelfde niveau. Ja, tuurlijk, de uh, testcapacite testcapaciteit is gestegen, maar... Is, is het scherpe randje er nu ineens af? Dus hoe kan dat ja. dan weer? Dus dat zijn wel, zeg maar, continue vragen... die ik ook eigenlijk in mijn hoofd heb... en die ik eigenlijk probeer te beantwoorden... naar aanleiding van artikels of ja. persconferenties of wat dan ook. Um, maar daarnaast hou ik me nog wel heel uh, stellig aan de, de, de voorschriften... Aan de anderhalf meter, aan de uh, geen handen aanraken, et cetera. Handen yeah. wassen, desinfecteren, mondkapje op als het nodig is. Um, yeah. Dat dan weer wel. Maar ik zit wel in mijn achterhoofd van... Ik heb het nog niet in levende lijven gezien. Yeah. Maar dat hoeft ook weer niet gelijk een ding te zijn. Want bijvoorbeeld de armoede in Afrika zie ik ook niet... En nou, daar kan ik ook wel van uitgaan dat dat gebeurt, weet je? Ja, ja precies. En dat uh, ja, is goed, dus het is mooi dat je dat zegt op die manier inderdaad. Maar ja, de maanlanding is ook niet gebeurd. Hè. Dus, ja, klopt, uh, klopt. Ja, ik doe niet mee, is, mee. Ze zijn nooit naar de maan geweest. Hij, nee, ik eigenlijk. doe niet meer mee met de maanlanding. <laughs> ja, dat is het probleem een beetje van. Als je er zelf niet bij bent geweest, is het ja. dan überhaupt wel gebeurd? Van als een boom omvalt in het bos, maar je bent er niet bij, heb, is dat dan überhaupt wel gebeurd? Ja. En ja, dat, dat, dat is waar mensen een beetje mee, uh, mee zitten, is dat ze niet de visuele bevestiging hebben dat het voor hun neus gebeurt. Dan, dan is het er niet of zo. En dat is uiteindelijk komt het gewoon neer op privilege of geluk. Ja. Want je kan het wel opzoeken in een ziekenhuis en dan zie je mensen kreperen van de, de Rons. wat Denk je dus dat als iemand zegt: ik doe niet meer mee. Uh... Totdat er iemand die hem of haar heel dierbaar is dat krijgt en ernstig ziek wordt, dat er dan opeens wel een knopje omgaat met van oh shit man, de, de, oké, okay, dit, dit heb ik nog niet gezien en nu zie ik het wel. Ja. Dus uh, ik had geen idee dat het zoveel impact had op iemands gezondheid. Ik denk dat dat het inderdaad gewoon is, dat ze zelf gewoon niet het hebben meegemaakt of wat dan ook. Ja. Daar, ik, ik zat uiteindelijk in mijn, in mijn woede toen ik uh, dat al voorbij zag komen van die hashtag, ik doe niet meer mee. Ik zei van nou, laat jij dan even lekker een coronapatiënt in je bek belaffen. Even kijken hoe je je daarna voelt. Weet ja. Je. Ja. Maar ja, dat was in de opjutting van uh, onduidelijkheid. Dat het alleen uh, ja. na, naar buiten kwam. We moeten de overheid onder controle krijgen. Als je een koep wil plegen, is dit niet de manier. Nee, ja, het is gewoon uh, wat we, precies wat we zeggen. Vragen stellen mag, maar ja. Ja, het is, een, het is wel een lastige kwestie, bro. Want mensen gaan uiteraard natuurlijk wel. Als in niet lastig van dat we niet uh, de regels uh, gelijk omver moeten werpen. Hè. Dat is niet wat ik zeg. Het is meer van dat je denkt, ja. Ho ho ja Hoe lang uh, gaat dit nog zo? En. Het tegenargument wat je daar vaak op krijgt is, uh, ja, maar door mensen zoals die of zoals die zitten we nog langer in deze fase. Ja, maar die mensen ga je altijd krijgen. Hoe krijgen ja. we dit onder controle, inclusief die mensen? Ja. Dat, dat, het kan, we gaan niet met 17 miljoen mensen één gedachte hebben. Dat gaat gewoon niet. Het gaat nee. gewoon niet. Ook niet om het over de. Het gaat gewoon. Hoe krijgen we deze shit onder controle? Inclusief. De tegenwerkers. Uh, of de tegenhangers. Uh, noem, hoe je het ook wil noemen. Ja. Dat, dat gaat niet gebeuren. Ik bedoel. Um, ik zat. Uh, wat was het? Dan praten we praten toch week. weer over de rounds, Maar vooruit. Ja. Het mag weer. Afgelopen weekend zat ik uh, UFC te kijken. En dan moest Donald Cerrone tegen een of andere guy. En uiteindelijk in het. hebben ze geshadowboxed. Zo. <laughs> zo kan hij eens aangeraakt Met anderhalf meter ho, ho. Uh, Dat ze uiteindelijk gewoon op zo'n soort van Reflectiemuur moesten ze gewoon zeg maar, Van die lampen moesten ze aantikken En <laughs> dat telt dan als een punt ja, Hij smakt zo'n lamp en In zijn hokje waar hij staat Krijgt hij zo'n hoek van zo'n automatische box uh, Ja 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 Die moet hij dan ontwijken Dat of... <laughs> hey, is nog een beetje wel sick, sick. Eerlijk ja. okay. Maar uh, ja, in, in het interview na het gevecht uh, zei hij ook al van uh, ja, weet je, uh, hij komt dan van het platteland, dus hij mm. heeft er ook niet mee te maken. Dus het boeit dan allemaal niet zozeer. Maar er werd hem gevraagd een masker te dragen in dat gebouw waar de plaats uh, vond. Dus dat nee, ga ik niet doen. Yeah. Dus ja, in, in, op die manier inderdaad, de tegenwerker zal je altijd wel Precies. hebben. Inderdaad. Ook daar, ook hier, Precies. ook in vak in Azië zullen er ook wel tegenwerkers zijn. Genoeg. Genoeg. Ja, ja, man. Ja. Yeah. Klote Rones. Motherfucking Rones. Klote Rones. Ja, yeah. motherfucking Rones. Trouwens, uh, dit weekend is er ook weer een UFC-gevecht. Ik weet niet of jij die gaat kijken. Uh, dat is. Nou... Uh, Adesanya tegen Costa als main uh, event. Oh, oké. Okay. Dat is. Dat, is dat een of... night? Nee, eh. Uh, Vorige week was een Fight Night. Dit is okay. een echte, Dit is een heel evenement. Oké, okay, sick. En uh, co-main event is uh, Reyes tegen Blaskovic. alright, alright. oké. Ja, jij uh, volgt dat laatste tijd weer enorm, of niet? Of, uh, for... Ja, het zijn toevallig nu echt twee gevechten, zeg maar, achter elkaar. Dus, ja, tw of precies. twee weekenden achter elkaar. Dat ik zit van, oké, okay, ja, yeah, sure. En Adesan, yeah. ja, die hadden wij volgens mij destijds gekeken tegen. Yo Romero, yeah. dat hij gewoon zo stil stond. Ja, yeah, klopt. En niks de deed. De robot. Ja, niks deed. Dus ik zit van, oké, okay, uh, daar hebben we dus niet helemaal de volle vruchten van Adesanya kunnen zien. Yeah. Uh, en ik denk dat die pa uh, Paolo Costa dat wel meer naar voren gaat brengen. Ja, ik ben heel benieuwd, man. Het is, uh, weet je, UFC is sowieso altijd vet, man. Nu ik ook terug ben van vakantie, is, uh, ik wil het ook weer gaan volgen en zo, you know. En zometeen sowieso, bro, als mijn kantoor af is en we kunnen daar ook af en toe chillen, lekker muziek, oh, dat ja. zou fucking chill zijn, man. Dat zou wel chill zijn, ja. Ja, man, dus uh, zeker een beetje dan. mee, oppompen, daar. Ja, nee. ja. ja, ik ga <laughs> er ook een bank neerzetten en zo, dus. Uh, Perfect. Ja, man. Perfect. Had ik je al een uh, plaatje gestuurd van uh, wat ik wilde fixen daar? Volgens mij wel. Nou, dat je hebt wel niet. foto's van het interieur laten zien. En toen hebben we het er heel even over gehad. Ik heb een design van... laten maken. Oh, dat? Ja, 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 ja dat zei je. Maar dat je, volgens mij had je die nog niet binnen. Toen we het de oh, vorige wacht. keer erover ik hadden. Stuur hem je even op, Femke. Okay. Put that shit up. Ik heb hem gestuurd op Discord. Oh ja. ja setup inderdaad bij het raam. Ja, en dan ja, moet inderdaad. je links onderin. Daar um, zit een keuken, dus daarom ja. zit dat daar. En dat tafeltje wat je links ziet bij die hexagon dingen, die gaat dan dat die gewoon naar de muur geschoven kan worden, zodat die alleen gewoon naar voren komt zodra ik daar iets opneem. Pak ja, video. precies. Ja. Oké. Okay, ja. En okay. dit, dit is nog niet als in final, maar dit is meer gewoon echt als uh, inspiratie, Richtlijn. weet je, als inspiratie. Yeah. Ik wilde gewoon een beetje dingen zien van hoe staat het, hoeveel ruimte heb ik, wat gebeurt er allemaal. Ah, het is goed dat je neonlampen uh, in ieder geval erin verwerkt is. Ja, precies. Heeft die tenminste nog een nut gekregen. Ja. Nee, maar kijk, bijvoorbeeld dit, zoals deze kast, die gaat er ook heen. Snap je? en ja, uh, precies. Die, die zet ik dan waarschijnlijk, waar je dat Nintendo-postertje ziet, die zet ik daar dan als een soort backdrop van mijn camera, die dan rechts bij mijn schermen staat. Oh, juist. Weet ja. je, ja, dat ja, soort ja. shit. Dus dat is even uh, een beetje dat soort dingen, man. Hij uh, heeft ook al een playbutton opgehangen, Mork. Is dat nog niet een beetje vroeg? Of heb je hem al? Het vroeg, Mork. Hij hangt hier. Op hoeveel sub zit jij tegenwoordig? Wat een motherfucker ben je, nee, ook, hè? Nee, ik hou dat echt niet bij, nee, bij nee, jou. Nee, nee, nee. Heb jij me echt al serieus zo lang? Oh, jij zit al op 100. <laughs> <laughs> Oké, okay, sorry, sorry, Sorry. Geef hem probleem. leuk. Zeg dan nou ook gewoon, is dat niet al een beetje vroeg? Ik dacht, jij zit nog ergens rond de 90 te sukkelen? Nee, nou, bro. Dat is zolang ik het al niet in de gaten heb gehouden. Nee, ik, uh, ik heb nu 137.000. Lekker man. En het groeit, uh, het groeit redelijk man. Ik krijg per maand 4.000, 5.000 subs bij. Dus... Lekker. Ja, het is, niet, uh, het is niet natuurlijk dat het zo gaat. Maar voor mijn kanaal en voor de onderwerpen die ik behandel. Denk ik echt wel dat dit gewoon netjes is. Ja, maar ook gewoon percentagegewijs. Uh, 4000 op zeg maar uh, het getal wat je nu hebt. Ik ja. heb, volgens, mij, volgens mij zijn mijn meest recente getallen ook rond de 4.000. Ja. Nou, ja, mooi. Ik zit, Jij nu hebt rond een... de... Ik zit nu rond de drie. Dus de, <laughs> de mensen woe! raken op of zo. Ja, leuk. Nee, het is wel zo. Op een gegeven moment is het, is het klaar. Op een gegeven moment ja. heb je iedereen in Nederland die zich, um, die zich interesseert in jouw video's. Die heb je gewoon. Ja, en als people start fucking. Ja, ik, ik wist dat je dat ging zeggen. Ja, ja, ja. ja. <laughs> normaal, gesproken, normaal gesproken zeg ik stop fucking. Weet je. Yeah. Nu gewoon, oké, okay, start in. Uh, boost up that engine. Ja. Yeah. Nou ja, wat nog wel natuurlijk bij jouw kanaal is dat. Um, wat is nou een beetje nu de doelgroep waarop jij je. Want je, je focus je niet. Ik wil zeggen, niet meer, maar ik wil ook vragen: gelijk... Van, heb je, je ooit gefocust op de jongere generatie? Volgens mij in het begin kwam dat wel wat meer naar voren voor mijn gevoel. Hmm. Maar in de laatste tijd ben je dat wel wat meer aan het afbouwen. En wat meer naar de jongvolwassenen aan het gaan. Is, is dat waar? Of is het heel ja. gek wat je doet? Ja, 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 ja. Nee, inderdaad. Ik zou zeggen, in het. Ja, in de boost van mijn van, 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 van kanaal zou ik zeggen... 2014, 15 dat ik daar wel meer op focuste. 16 ook nog wel. Ja. 17 misschien. Maar 18 ben ik het wel een beetje af gaan bouwen. Ja. Um, dat ik ook zat van... Ja, oké, okay, weet je... Hoe, hoe lang kan ik nog de lachende giegel ophouden... met een fucking mailmascot, et cetera. En op een gegeven moment... Merkte ik ook aan de interactie dat. Uh, ja. Kijk, dat mensen naar me kijken, en ook jonge mensen, en dat ze daar enthousiast van worden, sure. Maar. Ja, dus dat je op een gegeven moment. Het is hebt, niet of... helemaal de interactie naar waar ik naar zocht, zeg maar. Dus uh, dat probeer ik nu uh, een beetje meer te sturen uh, wat dat betreft. Maar. Uh, ja. ja, er zijn nog steeds hele, hele jonge uh, gozers die ertussen zitten. Uh, ja, die natuurlijk ook je oude video's kijken. Tuurlijk, bedoel... tuurlijk. Ja, dus ze kijken nog steeds uh, oude shit terug. En dat is perfect, ja. weet je. Ja, uiteindelijk, uiteindelijk wil ik gewoon, zeg maar, zo'n creator zijn... waar eigenlijk iedereen naar kan kijken. Ja. Dat zou ik gewoon tof vinden. Ja. Alleen uh, qua interactie... Ja, je zal altijd, zeg maar, de jongere generatie... zal altijd een, een luidere, uh, luider zijn met interactie dan ouder. Ja. Want... Jij kijkt vast ook wel naar een paar YouTube-guys... of naar een paar Twitch-guys. Maar je zit niet van... Hey, hey, Summit. Say my name, Summit. Nee. Summit, can I, can I play a game with you? Summit, suck my dick, Summit. <laughs> Klopt. Nee, ja, precies wat je zegt. Dat is... Je bent wat meer low-key aan het supporten. En je support is misschien soms nog wel... nog meer dedicated dan een jong iemand... die heel veel mensen gelijk volgt. En ik denk dat... Yeah. Ik op dit moment, en met alle respect naar alle jonge mensen hoor, maar op dit moment kijk ik niet uh, 40 verschillende streamers. Nee. Ik kijk er een paar en soms komt er iemand bij, maar het is eigenlijk al heel lang dat ik niet een nieuwe streamer heb gefollowed. Ik heb altijd eigenlijk het soortzelfde clubje, wat ik een beetje check. Ik heb, een, volgens mij, eergisteren heb ik een nieuwe streamer gefollowed. Oké. Okay. Ja. Waarom? En dat was, uh, die guy heet Otofu. En dat is een Amerikaanse guy en die speelt Dead by Daylight. Ik zei van, oké, okay, ik speel die game zelf nu ook weer. En ik zat gewoon tussen die game te scrollen van, oké, okay, welke streamer zou chill zijn? En ik klikte, klikte zijn shit aan. Ja. En gewoon de manier waarop hij interactie had en hoe hij aan het lullen was constant. Ik dacht, oké, okay, yeah. I can dig this, yeah. sure. Dus ja, right, chill, ik heb hem man. gefollowed en uh, nu heb ik een paar streampjes gezien. En zit ik van, oh ja, ja oké. Okay. Ja. ja. Ja, dat is chill, man. Dat is chill. Weet je, dat is enerzijds wil je natuurlijk kijken van, ja, wat doet hij in Dead by Daylight. Maar het is dan super chill dat je dan uh, zelf ook nog eens ziet van, hey, oh ja, zo kan het ook. Fucking, fucking relax. Precies, ik had ja. Dat op een gegeven moment met zo'n guy die. Um, ik zei tegen Isabel, ik zeg ja, ik zeg. Weet je, just chadding is tegenwoordig super groot op Twitch en de mensen koken ook en mensen dit en mensen dat. En toen keken we daar een keer, ik zei hey kijk bijvoorbeeld deze guy, die, hij is sushi aan het maken en ik klikte erop en hij werkte in een restaurant en zijn mm. camera was gefixt dat hij uh, een beetje zo ergens op, een, uh, op, zijn, op zijn werkbank uh, lag en je zag eigenlijk zijn. Vanaf hier. Dus zijn buik, zijn schort. En sushi, wat hij aan het maken was. Met ingrediënten en zo. En elke keer kwamen dus die bestellingen binnen. En hij moest dat dus fixen. En daartussendoor. Oh, was dit hij een was beetje... ook gewoon echt in een restaurant. Ja, in een oh, restaurant. Shit. Het was gewoon natuurlijk Het was live. Hij gaf een commentaar op ook een beetje wat hij maakte en zo. Af en toe als je het vroeg. En we waren toen op een gegeven moment gewoon. Een paar, gewoon een paar uur lang gewoon naar een guy aan het kijken. die sushi had. En het was fucking chill. En ik had hem gelijk gefollowed. Ik had hem ook even shout-outjes gegeven op Discord. Ik kreeg gelijk wat viewers erbij en zo. En hij was fucking blij. En ook gewoon van. meer van. Dat je dan uit het niets weer iemand vindt dat je denkt: ik ga gewoon even scrollen. Dat je denkt: ja, dit is eigenlijk ook best wel leuk. En toen hebben we een paar avonden hebben we wel eens hem aangezet. Hé, hey man, joh, welke sushi ben je nu aan het maken? En ze: ja, het is fucking droog, man. Maar... Wel, welke, welke guy is dat? Ja, ik ga even kijken. Uh... Is het is een Amerikaanse guy of Nederlands? Hij was, uh, was een Amerikaanse guy. Oké. Okay. Ik check nu even, want uh, hij is al een tijdje niet online geweest. Uh, ja, misschien heeft hij druk met werk dan. Dat kan natuurlijk ook. Ja, maar hij had het dus zo gefixt dat hij gewoon al... sushi mad heet hij. Sushi mad, oké. Okay. Wacht, ik stuur hem wel naar je toe. Deze yes. guy. Ja, ik sushi zie ook mad. inderdaad dat hij al een tijdje niet meer online is geweest. Dat is wel jammer. Ja. Dus Jij wilt ja. gewoon zien hoe sushi uh, wordt gemaakt. Ja. Yeah. Ja, het was wel echt uh, goede shit, man. Ja, weet je wat je zegt? Op een gegeven moment, uit het niets, heb je dan zo'n nieuwe stream ergens. Ik had dat ook wel eens met Daisy. Dan ging ik weer even Daisy spelen. En dan zag ik weer een paar guys die dat speelden. En dan ga je toch die follow en zo. Maar het, het komt niet vaak voor dat ik in één keer weer tien extra streamers vallen of zo. Nee, 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 nee. Maar op een gegeven moment wordt je volglijst wordt dan zo absurd groot. Ja. En dan ga je die keuzestress op een gegeven moment hebben. Dan open je, net zoals jij Netflix opent. En dan zie je van, fuck, ja. 500, 500 films gewoon alleen op de startpagina. Welke moet ik in godsnaam indrukken? Ja, echt. Precies. En dat wil je gewoon niet. Je wil gewoon opstarten, dezelfde motherfuckers op je scherm. Hè. Dus denk, ja, één van deze guys ga ik kiezen. Ja, 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 ja. ja. Hoe, hoe zit jij met, want... Um... Lurk jij veel bij streamers? Dus leuk oh, is dat je, dat je dus niet uh, typt of niet aanwezig bent. Voor de mensen die niet weten wat het is. Dat is gewoon een Twitch stream aanklikken en je chilt gewoon zonder maar iets te zeggen. Ja, dat vooral. Ja. Gewoon ja, ik... uh, kijken. En af en toe drop ik wel gewoon een emote. Maar ik ga niet echt, uh, echt hele gesprekken houden. Nee. Ja, ik heb sinds kort. Um, heb ik ook met die Better Twitch TV. Ik heb. Join the chat anonymously heb ik aangezet. Dat kan? Ja. Yeah. Oh. Oké. Okay. Dat wist ik niet. Anon chat. Joins chat anonymously without appearing in the user list. Oké. Okay. Maar dat is, kijk, als normale viewer boeit dat niet. Maar dat is meer omdat ik gewoon... Dat je wel eens gewoon ergens, vooral in Nederland, een beetje aan het chillen bent ergens. En dat je uit gewoon die lurk mode wordt getrokken door al... En... Um, je, kan gewoon so, slash, je kan gewoon slash yes. join, hè. En dan slash join als je gewoon wat wilt... En, en als je het gewoon uh, wil laten zien, dat is prima. Dan kan je gewoon slash join. En dan join je gewoon echt het kanaal. Oké, okay, uh, juist. Ja, dus, uh, maar kan je dan überhaupt wel chatten op deze manier nog? Ja, maar dan moet je dus eerst joinen. Dus slash join. Eerst joinen. joinen yeah. Oké. Okay. Yeah. Dus eigenlijk, je, je logt niet in de chatroom, zeg maar. Juist, juist. Oké, ah, oké. Okay. Okay. Ik, ik merkte wel dat, bijvoorbeeld, ik vind het... Chill, dat als je dan ergens komt en dat je gewoon even kat uit de boom wil kijken. Gewoon even checken wat er gebeurt. En dan gewoon het moment kiest. van Ja, ja nu wil ik wel even een emotje gooien of zo. Dat is yeah, gewoon. Yeah, maar yeah. niet dat iemand mij eruit trekt van hier, hij is hier, motherfucker. Hij is hier. Kijk hem. Ja, dan voel je zo zeg maar, alsof je gewoon nog je broek aan het optrekken bent. Omdat je net van de wc afkomt. En opeens ben je zo gepakt. Ja, klopt, klopt. Oh shit, nu moet ik reageren of zo, weet je. Ja, klopt. Uh, dat is helemaal zuur. Want stel ja. je ligt helemaal uh, in de kreukels ergens op de bank of zo. En je wilt gewoon even niet naar het toetsenbordje rijken. Ja. Je zit van, uh, fuck die guy. Ja, klopt. Maar eigenlijk moet je dan even een kek W droppen. En of de kek W gedropt moet worden, bro. <laughs> dat is de kek W. moet heel snel gedropt worden. Met de stonks. Met de stonks. Zo'n kekwee ja. en dan zo'n grafiekje. Nu we het hebben over kekwee... speel je okay. nog die new, new World? New Worlds? Weet heet die ook weer? New Worlds. World. dat was een korte, korte beta. Was het. Oh ja, natuurlijk. Hij is weer weg. Well, Oké, okay. ja. nu jij, jij hebt het natuurlijk... Ik heb op een gegeven moment... Uh, was jij een paar keer verder gegaan. Sure. Wat uh, vond je ervan? Um, best geinige game... Het, zeg maar, het territorium aspect en drie factions en dat die tegen elkaar moeten boksen voor territorium. En degene die het territorium bepaalt heeft dus ook belasting, et cetera. Dat concept vind ik super vet. Ja. Alleen wat betreft gewoon letterlijk je character building, is dat melee gewoon te goed was. In ja. vergelijking met range. Range moest dan per se met je muis. Dat moest je mikken. Maar die character models die zijn niet zo groot. Dus. Dat is ook eigenlijk waarom ik tap-targeting voorkeur geef. Dus dat ja. je karakters met tap kan selecteren. Van die wil ik aanvallen. En al ben ik in, in bereik van hem, dan raakt mijn aanval sowieso wel. Ja. Um, ja, klopt. Dat is inderdaad. En ja, daar wel, gaat mijn voorkeur naar uit. World of Warcraft-stijl. Ja. En. Want op een gegeven moment zat ik. Uh, had ik een boog. Oké, okay, leuk. Weet je, een boog schiet best wel snel. Dus dan merk je dat niet. Maar op een gegeven moment had ik zo'n musket gemaakt. Ja. En daar zit de tijd tussen schoten. Het duurt veel langer. En dan merk je ineens van: Oké, okay, ik mis een schot. Ik ben fucked, Weet je? Ja. ja. Dus je kan niet echt een range build maken. Je bent geforceerd eigenlijk wel mee te gaan. Puur omdat daar wel een soft lock op zit. Ja. Ja. Dus dat, uh, dat vond ik wel een beetje jammer. Maar of ik het uiteindelijk ga spelen. I don't know. I ja. don't know. Ik heb het toch liever tap targeting Ja, weet je. Ik denk inderdaad die ene avond dat we het speelden. Ik vond het ook nice. Uh, wat je ook zegt. Weet je. Qua building, gebieden, dat soort shit. Uh, het is heel uitgebreid. Maar ja, het zijn allemaal dingen die de game. Um, soort van extra body geven. Maar je de basis moet wel goed staan. Ik had wel het gevoel dat we heel snel van alles deden en misschien kwam het ook door onszelf dat we gewoon ja ren hierheen, haal een quest, ram dit, beuk dit, stamp dit. Ja, ja, ja. Maar ik had ook niet echt het gevoel dat we echt een soort van afgeremd werden of zo van hé, hey, rustig aan, je gaat eerst even nog een tutorialtje doen, even hierheen, even rustig, even dit tekstje lezen, weet je. Het was nee daar, daar zijn allemaal guys, ga daarheen, daar moeten we dingen killen, kill daar wat, kill daar, beuk daar iets, ram hier iets. Ja, pak vijf van die ja. ja, ja. Maar dat is misschien ook zeg maar hoe wij Zulk soort games behandelen. Ja. Aangezien het best wel voor de je krijgt zo'n quest en dan is het echt van. Ja. Oké, okay, we moeten zeven van die hebben. Oké, okay, waar is het? Oké, okay, ga daar naartoe, weet je. Ja, Terwijl, klopt. ik weet nu wel in onze periode dat wij voor het eerst World of Warcraft speelden, dan was het gewoon echt. ...joh, wat de fuck is dit allemaal man? Ja klopt. Oh, kijk deze in. Ik ga hier gewoon een dag zitten. En dan zat ja. je er ook gewoon echt een dag. Al was ja. het niet meer. Om, om al die mannetjes aan te krijgen. Oké, okay, wat verkoopt hij? Wat verkoopt ja. hij? Hé, hey, wat heeft hij? Holy shit, hij heeft de staaf. Oh, wat? Ik heb twee gold nodig. Fuck, wat heb ik? Eén zilver. Kut. Ja, en dat je daadwerkelijk gaat sparen voor die staf, Terwijl volgend level krijg je alweer een betere, weet je. Ja. Maar jij gaat geen women spelen, toch? Bro, Shadowlands, bro. Ja, hou op met Shadowlands. Hij komt. Hij, ik zeg je al, bro. Het is 26 oktober. Ik zeg alleen... Ik zeg alleen, I'm down. Ik ga spelen met, uh, met wat maatjes. Dus, uh, you know, you know the ja, deal. Ja, dat weet ik. Maar wat, wat, wat wordt er veranderd in Shadowlands, zeg maar? Wat Nieuwe class, Morok. ze rennen. Morok, ik ga niet weer fucking 13 euro in de maand betalen... om driehoekjes te springen. Bro, het gaat niet om de driehoekjes. Het gaat gewoon Het gaat om de... altijd om de driehoekjes. Het gaat gewoon om de vibe, bro. Ja, het is Lekker. wel de vibe. Kijk, okay. uh, maar dat is ook hoe jij het hebt opgezet, zeg maar. Met zo'n vast clubje, zeg maar. Dan kan je ook ja. gewoon qua tempo op hun bouwen. Want het ja. ding is: zodra je alleen gaat spelen, dan verlies je hem. Ja, klopt. Ja, het is dus gewoon, wel, je, uh, je, gewoon ja. een beetje lullen, een beetje levelen, dat soort shit, weet je. Ik, ik start ja. het nu af en toe. Misschien in de avond even op of even net het even snel. Maar dan is het meer van, oh ja, prima, leuk. Ik ben niet eens echt aan het levelen. Gewoon even een battleground of dat soort shit. En niet, niet zo hardcore meer, bro. Ik, ik hoef niet meer uh, de, de, de ziekste bazen in de eerste week te verslaan of zo. Het is gewoon meer een lowkey late night chill game geworden. Dat is wat de fuck het is. Ja, precies. Ik heb er ook ja. de tijd niet meer voor om het hardcore te grinden. Het, is, het, het kan gewoon niet. Zou je dat nog wel willen? Nee. 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 Omdat ik eigenlijk... Om, nou, dat, omdat ik het al heb meegemaakt. Ik heb... Weet je, jij ook. We, we zijn... Uh, jij in jouw eigen shit. En, want we hebben uh, samen niet zozeer dat gedaan. Maar wel op ons eigen ding. Jij hebt Arena gebeukt. Ik heb Arena gebeukt. We hebben allebei... Uh, nou, jij hebt wat hogere rating gehaald. Maar we hebben allebei best op hoge rating gespeeld in Arena. Dat is dus... Uh, PVP, dus tegen andere mensen spelen in World of Warcraft, jij was jij hebt geraid, uh, gekke bazen verslagen, ik heb dat ook op een gegeven moment gedaan dus dat was wel een vet soort moment in mijn leven maar ik heb niet het gevoel dat ik dat nu per se nodig heb, want ik merk aan mezelf dat ik nu er heel erg van geniet om ook meerdere games te spelen yeah, 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 en precies. World of Warcraft met andere games, die shit kan gewoon bijna niet ...als je het echt hardcore wil grinden. Klopt. Ja, de, dan ben je sowieso een paar uur per dag bezig... ...om sowieso elke keer die dailies te doen... genoeg ja. goal te hebben... Uh, ...om je shit weer te uppen... ...en dan moet je eigenlijk ook weer raids doen... Voor die, ...en dan ben je weer een hele avond kwijt... ...met ja. zeurende mensen van... Ja. ...nee, je moet op die andere plek gaan staan... ...more dots. we need more dots... Ja. ...50 en me... DKP minus... En me... Ja, precies. <laughs> precies, die fucking DKP... <laughs> Maar... Um, het ding is ook, bro... Wat we niet moeten vergeten is dat... Ik stream natuurlijk vier keer per week. Jij twee keer per week. Um, maar heel veel gasten... Waarvan wij zien op Twitch... Of op... Uh, weet je, ook in Nederland. Twitch uh, internationaal in Nederland. Heel veel mensen streamen tien uur per dag. Ja. Yeah. Dat hebben wij niet. Dus nee. je hebt een soort een beperkt time frame... Met waarop jij games speelt. Als ik... Als ik elke dag tien uur lang zou streamen, ja, dan zou ik misschien denken: van ja, maar fuck it, ik ga gewoon elke dinsdag ga ik tien uur lang World of Warcraft spelen. Ik zeg maar wat, hè? Dan is het ook yeah. weer heel anders. Ja, klopt. Maar dat ja, is nee, ook ook niet de tijdsindeling inderdaad. Ik ga maar maandag, daarom zet ik al ja. van mission het een beetje, weet je? Want het is, dat is misschien ook nostalgie wat met je fokt. Hoe je dat vroeger kwam, je uit school, weet je? Ja, en dan. Uh, geen tief, zorgen. Je, geen zorgen, je tief je tas in de hoek. Uh, hoe was school? Prima, rub, je sprint naar boven. Heerlijk. En, je, en die, 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 die dreun van dat. Tof, 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 tof. Ja. En dan zit je van en zie je die poort zo staan en zo, oké, okay, ja, log in. Dan gaan we. Ja, man. Ja, het was gewoon, dat gevoel was gewoon, je kwam thuis, je had school gehad. je dacht onderweg naar huis, dacht je al aan. Wat ik ga, ga je doen? spelen. Ik ga Tering yeah. World of Warcraft spelen. En dan kom je thuis en je dompelt jezelf onder in dat warm bad van World of Warcraft. En je denkt, Klopt. ja, heerlijk. Heerlijk gewoon, dat is... Maar als je ook gewoon een chille guild hebt... dan voelt het gewoon als een soort van... alsof je gewoon met je, met je matties aan het spelen bent. Ja man, zeker weten. Dat en ik zo. denk ook dat, dat, dat die hele interactie veranderd is. Omdat zeg maar, wij toen wij dat speelden... was streamen eigenlijk nog niet echt een ding. Ja. Video's maken op zich wel... maar dat was een beetje in de, de beginnende vorm. Je ging gewoon gamen om te gamen. Niet om te ja. entertainen. Het was gewoon... Nee, we gaan gamen. En je chillt dan met je, met je guys van je guild op... Uh, wat was het? Ventrilo of TeamSpeak <laughs> of wat dan ook. Ventrilo, bro. Ja, ja, man. Ja, man. Het is... Nostalgie doet veel met je, bro. En nu denk je zo van... Ja, maar World of... War... Dat moeten we ook niet vergeten. Dat World of Warcraft... Het is er nog steeds. Het is er gewoon nog steeds. Ik bedoel, het is nostalgie. Maar je kan... Nu gelijk weer terug. Als jij zegt: hey, ik heb zin om te spelen. Fuck, je kan spelen. en Het is, gewoon, het is geüpdate. Het is er. Het... Maar het is toch absurd? Ik bedoel, ja. Oké, okay, ik ben 30. En 15 jaar geleden, gewoon de helft van mijn leven, toen begon ik met spelen. En het is, en er, het nog is er nog steeds. En, en het is waarschijnlijk nog steeds een van de betere MMO's die er ooit zal bestaan. Dat is toch gewoon heel sick. Dat is sick. Ik bedoel, ga jij nu terug naar Counter-Strike 1.6... vind je een paar potjes leuk, vind je het geweldig... en dan zeg je, ja, de servers zijn dood, de graphics zijn muf... Um, wat doe ik hier? Maar start je World of Warcraft op, het is geüpdate, het is recent... er komt weer een nieuwe uitbreiding aan, er zijn heel veel mensen die het spelen... Je kan gewoon per direct terug. Tuurlijk, het is een iets andere game geworden, maar het is net als met RuneScape, bro. Mensen die RuneScape spelen kunnen ook nog altijd terug naar die die oldschool shit en die shit werkt gewoon. Dus dat is wel iets van we kunnen die nostalgie ook niet begraven. Hij is er gewoon. Je kan hem elke keer opgraven en je kan hem zo een beetje water geven en dan weer zeggen, we, oké, okay, nu is het weer even genoeg geweest. Ja, yeah. ik heb uh, laatst dat ik uh, RuneScape weer even opgestart. Ik werd er uh, overgehaald door Vincent, geloof ik. Ja. Toen, uh, ja, dan start je dat weer op. En dan kom je op een gegeven moment in dat ene. Fuck, hoe heet het? Ja, dat stadje, ja, hoe heet die ook weer? Was het iets met een. Ja. ja. Ik probeer het op te zoeken alleen. De map werkt niet echt mee. Uh, Lumbridge. Alke... Lumbridge, ja, ja yeah. ik zie hem nu net staan. Fucking Lambridge. Maar man. speelde je dan die old school RuneScape of die nieuwe? Ja, die old school. Ja. Yeah. Zullen we het een dus keer streamen bro? Ja, kan best. Maar uiteindelijk, ik voel de game niet meer. Nee. Hoe ik het destijds voelde: van ook okay, even hakken en zo. Maar gewoon de manier hoe de game wordt gespeeld. Van ja, weet je, ik wil gewoon 3D shit. Ik wil met WASD kunnen lopen. Ik wil ja. niet alles klikken. Want ik word er gewoon moe van. Ja, klopt. Maar misschien moeten we het gewoon een keer, gewoon uit het niets, dat mensen denken: wat gaan ze spelen? Gewoon uit het niets zien ze opeens in ons titel verschijnen in de beschrijving. RuneScape, Don en Emre. Oh, wat de fuck gaan ze? Gaan ze dit echt doen? Ja, we gaan het doen. Het lijkt me best leuk om gewoon een keer gewoon een avondje even te kutten. Het zou, ja, het zou best lach kunnen zijn. Maar ja. wat je zegt, het is wel een oldschool manier van gamen. Die oldschool Runescape met klikken en met pijltjes rondkijken. En, ja, het is... ja, sommige games worden steeds meer gekker met mechanics en zo. En wordt steeds sneller en dan keer je, je opeens terug bij Runescape en zit je ja. van. Klik. Ja. Kijk, wil een boompje hakken. Rechtermuisklik. Klik. klik. Ja. Ja, man. Ik wil die aanvallen. Oh shit, ik wil een andere weapon stance doen. Oké, okay. tabblad Klik. Ja, <laughs> echt. Echt zo. Ja. Oh, man. Ja, bro. Goeie shit. Hebben we nog wat uh, vragen? Ja, ik had de vragen uh, gefilterd. Um, er waren in ieder geval heel veel mensen die aan ons vroegen van... Yo, man, wil je een keer samen koken voor een podcast? En dan zit ik van... Gezamenlijk koken en podcast doen is misschien een beetje lastig. Maar uh, we houden het in ons achterhoofd. Dat is wel vet. Uh, nu moet ik even de desbetreffende app zoeken. Nou, helemaal. Voor de mensen die denken, wat, uh, wat bedoelen jullie met vragen precies? We gaan uh, eigenlijk elke podcast... En soms doen we wel eens een dedicated podcast met alleen maar vragen beantwoorden. Dat uh, hebben we vorige keer uh, een paar podcasts geleden gedaan. Ja. Yep. Jullie kunnen via het linkje in de beschrijving anchor.fm recht voor je raap uit mijn hoofd. Maar als ja. je gewoon uh, in, het link, of, uh, in de beschrijving kijkt, dan zie je de anchor linkje ook. Via daar kan je gewoon een vraag insturen, gewoon met je mic van je telefoon of computer. Het is heel easy, je kan je namen bijzetten en zet er ook even een goede titel bij met waar de vraag over gaat. En dan, uh, ja, dan beantwoorden wij die eigenlijk steeds een beetje aan het einde van de podcast, om dat dus uh, op die manier te doen. Om een beetje af te ronden. Precies. Oké. Okay. Hallo Donner en Emre. Wat vinden jullie van koken? En zouden jullie een kookvideo willen maken? Zie je wat ik bedoel? <laughs> ja, precies. Dat was hem. <coughs> dat was hem inderdaad. Het is gewoon omdat jij mijn keuken eens een keer hebt opgehyped. Dat je... Je hebt een idee gepland. Klopt. Klopt, Hoezo? Het is gewoon een sick idee, bro. Dat ik gewoon... Ik had ooit als idee, bro. Dat ik gewoon... <coughs> Fucking sick. We moeten gewoon... Samen iets van een. Het hoeft niet een kookkanaal, het mag ook op onze kanaal. Ma maakt fucking niet uit. Ik gewoon even gewoon het idee is dat. Ik kom naar jou toe. Ik neem gewoon een zak met ingrediënten mee. Maar de meest uiteenlopende dingen. En ik zeg: Hier, maak maar wat. En dat gaan we filmen. En dan zit jij echt met: Ja, maar hoe de fuck moet ik kip met hagelslag mengen? Ah, dan fucking no. Fix iets. Maak maar iets. Eerlijk. So, de, dan de hagelslag moet je dan, zeg maar zo, hoe zeg ik dat? Pureren. Ja. Yeah. En dan gewoon de kip marineren. Nou ja, <laughs> voorbeeld. bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Fucking rozig. En dan gooi je het in de oven en dan denk je, ja, ja wordt het al wat. Ja, ja, dit is uh, chocoladekip. Ja, yeah. Aardig. fucking yeah. yeah. Chocolate uh, chicken. Ja. Yeah. Kom ik gewoon een keer met uh, de laatste aflevering? Dames en heren, welkom bij de laatste aflevering van uh, Huppelepup, Huppelepup. Ja, wat hebben we vandaag? Uh, zie je zo alle ingrediënten en uiteindelijk ook gewoon motorolie. Ja, 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 gewoon. Maar dat je ook gewoon net zoals bij een kookprogramma, zo'n serieus, zo'n zo pan over alle ingrediënten en dan zie je gewoon zo'n fles WD-40 staan of zo. Ja, precies. Dat zeg Denk ik. Wacht even. Hoort dat erbij? En dat ja, je aan het eind... WD-40. Oh, gaat You You wanna die in here? You wanna die. <laughs> Yo, Emre. Wat? Zeg jij goedemorgen of goedemorgen? Is het goedemorgen of goedemorgen? Is goeie... Het is goede Het, het... ligt aan mijn vibe, man. Ja, nee. verschilt het per dag? Nee, 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 het is goedemorgen, bro. Het is goedemorgen. Wow. Dat zeiden wij nog eh, toen we de call ingingen van morgen. Yeah. Ja. Zei jij morgen op een gegeven moment? Um... Mogen. Ik had dat bij die. Ja, op een gegeven moment zei um, ik: mogen. Mogen. Uh, toen, we, toen, uh, toen we stage hadden bij die aannemers. Ja. Toen zei ik: echt mogen. Omdat ze dat. Uh, nee, daar, ik zei: mogen, maar zij kart, uh, korten hem nog verder in. Zeiden ze: mol. Ja, mol. Klopt, mol. <laughs> mol. Mol. Echt, <Mol>. flikker op, joh. <laughs> Waarom kort je hem zo? Mensen me dan gelijk de dood? Ja, mol. Ja, fuck in. Zeg dan maar gewoon gelijk. Get the fuck out. Ik wil je niet eens zien. mol. Ja. Goedem maar soms gooi je ze ja. hem ook met zo'n piek omhoog. Zo mol. <laughs> Klopt. Nou, oké, okay, je bent in een goede bui, blijkbaar. Ja, ja, ja. Of morning, goedemorgen. Goedem goedemorgen. goedemorgen ja. Wat al kom je elke ochtend gewoon heel energiek binnen. Van hé, hey, goedemorgen iedereen. Ik hoop dat we vandaag een fijne dag gaan hebben. Elke ochtend. Ik had dus zo'n filmpje gezien van uh, zo'n guy die zat in een klas. En die filmde dan elke keer zijn leraar als die binnenkwam. En dat was elke keer op zich best wel hoog energie. Nee, hey, dat je. was good een klasgenootje. Dat was een klasgenootje volgens mij. Was het klasgenootje? Nee, volgens mij was het een leraar. Want op een gegeven moment was het echt van. Die guy die zei dan een keer: oh, Good morning. En dan zag je van: Oké, okay, hij heeft een kutdag. Echt? Oké, okay, dan heb je misschien een, een andere video gezien. Dat zou kunnen, inderdaad. Ik, ik zag zo Want, van zijn van gezicht zo was niet zichtbaar, zeg maar. Oh, nee. Degene die ik zag was, was echt van zo'n guy die elke keer binnenkwam met zo'n... Good morning, y'all. Good morning, y'all. Elke ja, 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 dag. Ja, ja. Elke... Die heb ik volgens mij ook gezien, maar ik bedoelde een andere. Ja, oké. Okay. Dan moet ik hem even opzoeken. Maar ja, dat was ook inderdaad... Het, het was gegarandeerd een leraar. En dan kwam hij altijd met zo'n zo zo koffiemok en oh, weet okay. ik, wat papieren onder zijn arm. Good morning, class, weet je. En, en uh, was het elke keer best positief, maar op één dag was het zuur. Was morning. Dan wist je gewoon: eigenlijk... vandaag moet ik niet kutten. Ja, vandaag zijn we de lul. Ja, echt hè? Maar waarom ja. is dat ook zo'n standaard leraar ding? Zo'n koffertje, papiertje onder zijn arm, die hij zo net aan onder zijn oksel kan houden. En dan nog zo'n koffiemok. Ja, al, al moet je in een klas lesgeven, dan heb je echt wel een kop koffie nodig. Ja, echt hè? Ja, dat man. is gewoon een ding. Good morning, y'all. Als jullie een spel uit jullie jeugd mochten remasteren, welk spel zou het dan zijn? Als je een game zou kunnen remasteren, welk zou dat dan zijn? Um, weet je wat? Ik zou denk ik geen game remasteren. Geen oké. Okay. Nee. Ik vind dat we op dit moment. Ergens is het super nice dat we remasters krijgen. Maar we steven af morgen op een samenleving waarbij remasters. Um... Waar waar waarbij we meer shit recyclen dan innoveren. Ja, oké. Okay. Ik zie heel veel verschillen. Ik zie heel veel remasters. En het is vet. Het is tuurlijk. Het, tuurlijk. Ik bedoel, als er een remaster zou komen van een. Uh, uh, pff, uh, een Herx Adventures of zo. Die ik op de PlayStation 1 speelde, tuurlijk zou ik hem spelen. Tuurlijk. Ja. Uh, ja. Vol Tony Hawk kwam laatst uit. Fucking ziek. Ik vind het wel gruwelijk. Maar aan de andere kant. Heb je kant... hem ook gekocht of niet? Ik heb hem gekregen. Dus. Uh... Oh, okay. maar, maar ik bedoel, zou ik hem kopen? Ja, ik zou hem zeker weten. Want hij is echt heel gestoord, bro. Het is ik zo. Heb hem nog goed... niet gekocht. Hij is zo goed geremasterd. Het is echt niet normaal. Het is gewoon ja, echt alsof je die oude game weer natuurlijk opnieuw speelt in goede graphics. Ja. Gaan we niet op een gegeven moment alles proberen te remasteren? Weet je, dat is... Uh... ja, staat Age of Empires inmiddels ook niet al op... Uh... Volgens mij wel. Op meerdere reworks. Een HD-editie, dan heb je de Definitive. Mm. En volgens mij was er nog één andere. Maak gewoon een, dan een game die in die stijl is, maar dan nieuw. Ja, dat doen ze, Age of Empires 3. Maar die beviel niet echt. Ja... In vier zijn ze mee bezig, geloof ik. Maar goed, dat was niet zijn vraag. Zijn vraag was: uh, wat zou je remasteren? Want ik moet niet hypocriet doen, hè? Want als er nu een remaster uit zou komen van een game. die ik mijn hele jeugd heb gespeeld. dan zou ik, echt wel, zou ik het echt wel spelen. Maar het is toch wel iets dat je denkt: van ja, het is. Ik weet het know. Maar wat, okay, wat zou jij remasteren? Ik weet niet, ik moest gelijk denken aan. Um, Beyond Good and Evil. Die heb ik nooit gespeeld, volgens mij. En die speelde ik destijds op de Gamecube, wil ik zeggen. Komt die niet opnieuw uit? Uh, nou, er was laatst een HD-versie van uitgebracht. En die wilde ik toen op stream spelen. Maar mijn capture card vond dat niet zo leuk. Um, oh, wacht. Beyond Good and Evil 2 komt. Ja, 2 komt uit. Maar de eerste die kwam oorspronkelijk in 2003 uit. En ja. die game heb ik echt... Drie of vier keer uitgespeeld vroeger. Oké, okay, sick. Vond ik zo'n een, zo een toffe game. Oh ja, ik zie het inderdaad. Ah. Um, ja. En toen was er laatst op Steam een HD-versie van uitgebracht. Die had ik toen ook gewoon gelijk gekocht. En probeerde ik het op mijn stream. Ja. En ja, nou, dat ging niet goed. Nee, ik zie het inderdaad, man. Maar ik moet ook denken aan die andere... Hoe heet die strategie-game ook alweer? Dat je God speelt. Was dat ook... Dat was uh, black and white. Black and white, ja. Wow. Dat was of echt. Als daar een remaster van ja. zou komen, dat ze ja. hem ook eigenlijk gewoon nog even, misschien nog een rework, dat ze ja. hetzelfde concept pakken. Ja. Die was. Maar, sick. ja, dat. Die was echt heel sick. Volgens mij zijn het beide Ubisoft games. Dat, dat, dat zou dat heel goed. goed kunnen, bro. Ja, ik ben ah nee, black and whites van EA. Ik ben aan het kijken, weet je, wat zou ik inderdaad. Uh... remasteren? ja, dan moet ik, ik. Ik moet dan gelijk toch denken aan die PlayStation 1-tijden, maar welke game zou ik dan. Uh... De Crash Bandicoot is bijvoorbeeld al geremasterd. Final Fantasy VIII misschien. VIII, oké. Okay. Ja, dat is een game die. Je, ik, je uh... bent niet zozeer van de zeven waar ze al mee bezig zijn. Nee, dat, die heb ik gespeeld met die remaster. Dat heb ik uh, op Twitch ook gespeeld. Die was heel nice hoor. Die was echt heel vet. Uh, mm -hmm. Maar 8 is degene. de Final Fantasy die ik echt veel heb gespeeld in mijn jeugd. Oké. Okay. En uh, ja, die vond ik echt heel sick man. Dat was, uh, dat was wel echt een hele vette. Dus uh, die vond ik nice. Ja, Crash Bandicoot hebben ze natuurlijk al gerimasterd. Spyro de Dragon. Tony Hawk hebben ze nu gerimasterd. Dus er komen heel veel remasters nu ook uit. Um, ik bedoel het ook niet slecht. Hè? Het is ook natuurlijk wel vet om een, een oude game opnieuw uit te brengen, maar laat dat niet een soort voor, uh, een, de plaats innemen van een nieuwe game met nieuwe dingen. Ja. Zal ik je wat vertellen? No. Um, Final Fantasy 8 is al geremastered? Serieus? Op 3 september 2019. Niet op de schaal van Final Fantasy 7. Maar okay. hij is wel al geremasterd. What volgens dat? Playstation zelf. Oh shit, is... ik zie hem hier op fucking Steam staan. Op Steam staat hij ook. Dus uh, volgens mij uh, <laughs> ah, <hij is laughs> heb mixed. jij wat te spelen. Mixed, ja, het is, uh... ja het, is, het is misschien een beetje een geval van net zoals Warcraft 3 die remastered was. En die compleet slecht in de smaak viel. Ja, want ik zie ook ja, al dat, wel. dat hij vierkant is. Dus ik denk dat het gewoon een... Ja, het is gewoon een soort reskin met dat sommige dingen er iets mooier uitzien. Maar als we gewoon het... hebben geüpscaled, zeg maar. Ja, ik zie dat inderdaad. Ja, dan speel ik hem nog liever, inderdaad, gewoon op mijn oldschool uh, console, ja. lekker op mijn PlayStation. Uh, uh, uh. Maar ja, in, in feite is hij remastered inderdaad. Dus, ja. Ja. Maar de verbazing op je gezicht was wel even leuk om te zien. Ja, ik denk what the fuck bro? Hoe dan? Is hij echt op ja. die manier gerecht? Hij, hij is er zoals... tussendoor geslipt. Ja, hij is niet zoals Final Fantasy 7 inderdaad. Nee, maar dat, is, dat zou ik ook eerder zien als een rework. Want daar hebben ze bijvoorbeeld ook de hele ja. combat mechanics aangepast. Precies, precies. Ja. Goed, uh, heb jij nog iets te zeggen? Uh, nee, eigenlijk niet, man. Je was even hevig aan het googelen. Ja, ik was even in dat check over Final Fantasy en over 8 en 7 en zo, maar ik kon, ik kon niks meer vinden, dus. Nou, dan is het uh, tijd voor ons om af te sluiten. Volgende week uh, keren we terug met de nieuwe podcast, Recht voor Je Raap. Uh, elke zaterdag om twaalf uur zijn we er natuurlijk weer. Elke woensdag om 12 uur komt er een highlight uh, van de podcast online op het YouTube-kanaal Recht voor Je Raap. Voor de rest uh, zijn we te horen op uh, platformen zoals Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, uh, uh, YouTube, uh, Anchor. Boven die Anchor, alles Alle over Deezer. Alles. Alles. Um, <laughs> bedankt voor het kijken en luisteren naar deze editie. En dan zien we jullie graag de volgende keer weer. Tot de volgende keer. Doei. Ciao.